verkiezingsverhoor. Neemt u plaats. Welkom bij dit verhoor. Alles wat u hier zegt kan en zal mogelijk ook tegen u gebruikt worden. De komende 4 jaar in de Provinciale Staten van Overijssel. Daar bent u zich bewust van. Zeker. Heel goed. Gaan we beginnen. Uw volledige naam alstublieft. Lucas Gerardus Paulus Brinkhuis. Woonplaats? Schalkhaar. Lijsttrekker van? GroenLinks. Waarom woont u in Overijssel? Ik ben er geboren en het is zo'n prachtige provincie dat ik er nooit ben weggegaan. De mooiste provincie? Ik vind het de allermooiste provincie. Wat is het mooiste plekje in die provincie? Dat is met uitstek de Sallandse Heuvelrug. Dat is zo'n mooi natuurgebied, daar zou ik elke dag wel willen zijn. Mooie vakantiebestemming, maar wat was de laatste vakantiebestemming? Zuid-Spanje. Ah, en hoe daarheen gekomen? Met de trein. Oh. Dat beviel wel, dat ging wel internationaal reizen met de trein? Ja, het duurt er wel wat langer over, dus anderhalve dag. Maar het beviel hartstikke goed, want je ziet ook nog iets van het landschap onderweg. Hoe beweegt u zich normaal door de provincie? Met de fiets op het openbaar vervoer. Ik heb geen auto, ik heb geen rijbewijs. Dus ik ben daar volledig van afhankelijk. En dan de hamvraag. Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, FC Twente of Heracles? Ga ik toch voor SV Schalkaar. Oh? En waar voetballen die? In een divisie. Een divisie, oké. Okay, nou, we hadden Go Ahead verwacht natuurlijk. Het verkiezingsverhoor. Meneer Brinkhuis, de jongste lijsttrekker van de 19, 23 jaar. 24. 24 inmiddels, goed. En toch al 4 jaar ervaring, ook als statenlid. Hoe is dat bevallen als jongere in de Staten? Goed, ik merk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat er jongeren zijn die ook die stem van de jongeren in de Staten kunnen vertegenwoordigen. In het begin was het even wennen. Ik ben vaak aangesproken met meneer Lucas. De achternaam was nog een beetje moeilijk, maar... Ook als jongere word je echt wel serieus genomen in deze staten. Ben je toch een beetje vreemde eend in de bijt als jongere? Je bent wel een beetje vreemde eend in de bijt. Maar als je laat zien dat wat je kan, dan word je zeker geaccepteerd. Ja. Maar 4 jaar statenlid, is dat dan al voldoende ervaring om nu als lijsttrekker de kar te trekken? Het is meer ervaring dan de gemiddelde lijsttrekker in deze verkiezing heeft. Betekent dat ook dat GroenLinks daarmee mikt op de jongere kiezer? Wij mikken in principe op alle kiezen, maar we willen wel laten zien dat wij een partij zijn voor de volgende generaties die nadenken over de toekomst. En daar hoort een jonge lijsttrekker die ook deel is van die generatie, hoort daar wel bij. Dan lezen we in het verkiezingsprogramma niet voor vervuilers en vertragers. Wie zijn dat? Vervuilers en vertragers, dat is iedereen die nu ervoor zorgt dat er veel schade is aan klimaat, milieu, aan de natuur en die niet... de wil heeft om dat op te lossen. Aha, zijn heel veel net zeggen wij allemaal dus, hè, met onze footprint. Maar er zijn heel veel mensen die heel graag daar ook wel stappen in willen zetten, die daar graag wat hulp bij hebben. Nou, en die hulp die willen we graag bieden. Maar wij zijn niet de partij voor de mensen die nu aan het vervuilen zijn en daar ook niks aan willen doen. Heeft deze verkiezing heel veel concurrentie van partijen die willen vertragen? Dat klopt. Vindt u daarvan? Dat vind ik heel dom, want vertragen zorgt er niet voor dat de problemen minder worden. Sterker nog, de problemen worden alleen maar groter. En het zorgt ervoor dat je later nog in een nog korter tijdsbestek alles zal moeten verbeteren. Zal wij zeggen, je moet nu die radicale keuzes maken. Nu kan je het nog een andere kant op sturen. Nu heb je nog een beetje tijd om het aan te sturen. Als je nog weer gaat vertragen, worden de problemen alleen maar groter. Radicale keuzes voor een toekomstig bestendig Overijssel lees ik dan ook. Wat zijn daarvoor de belangrijkste voorwaarden? Voor die toekomstbestendigheid? De belangrijkste voorwaarde is dat we daarbij het klimaatprobleem serieus nemen. En dat we de natuurlijke systemen die we hier in Overijssel hebben, de natuurgebieden, het water en de bodem, dat die leidend zijn voor alle ontwikkelingen die we de komende jaren in deze provincie hebben. Hebben wij die dan nog, die natuurlijke systemen? Die zijn er nog, maar de natuurgebieden staan echt zwaar onder druk. En daar moeten we heel veel aan doen om die natuurgebieden overeind te gaan houden. En hoe gaan we dat doen? Hoe erg moet de veestapel inkrimpen wat GroenLinks betreft? Dat is geen absoluut doel. Wij vinden het heel erg belangrijk dat die natuurgebieden overeind blijven. En we willen boeren helpen vergroenen, zodat die balans beter wordt. Want die is nu echt wel scheef. En dat betekent niet minder boeren, wel minder vee, minder uitstoot. Hoeveel, dat zal echt per plek bepaald moeten worden. En ik denk ook dat het helemaal niet helpt om een absoluut aantal te gaan noemen. Dus GroenLinks is ook gewoon een boerenpartij? Absoluut. Zou je niet zeggen, want er moeten ook nog minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, vindt GroenLinks. Maakt het de boeren niet bepaald makkelijk? Nou,
Bestrijdingsmiddelen zitten in de huidige boerencultuur van steeds groter en de maximale economische opbrengst per vierkante meter halen. Terwijl wij veel meer ook een maatschappelijke functie zien. Ook voor boeren, en die moeten daar ook een goede vergoeding voor kunnen krijgen. En bij die maatschappelijke functie hoort dus ook dat er andere dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld die bestrijdingsmiddelen, die leveren maar ietsje extra op, maar leveren heel veel schade op. Ja, maar het is geen sociaal werk natuurlijk. En die boeren zijn spelers op een wereldmarkt. Daar wordt veel geld in verdiend. Dat klopt. Kan dat dan altijd nog, als je ook anders gaat werken? Je kan zeker nog wel een inkomen hebben, maar economische winst is niet het allerbelangrijkste. GroenLinks ziet dat onze wereld, onze aarde, onze natuur, ons klimaat, dat is belangrijker dan economische winst. Dat wil niet zeggen dat mensen in armoede moeten leven. Dus ook boeren moeten wel een goed inkomen krijgen. En als overheid moeten wij dus op het moment dat de markt, dat de economie het laat afweten, moeten wij daar aanvullend op zijn. Als economische winst niet het belangrijkste is, neemt u er dan ook genoegen mee dat Nederland straks wat lager op de ladder komt te staan op de wereldmarkt? Op economisch gebied wel. Als we daarmee hoger en beter ons best doen voor onze natuur en onze klimaat. En we daardoor dat mensen wel een goed leven kunnen leiden. Dat is wel heel, heel erg belangrijk. En als we daardoor minder winst hebben als land, vind ik dat niet erg. Want u wilt zelfs ook nog de sierteelt verbieden. Ja. Waarom? Dat kost enorm veel water, kost enorm veel bestrijdingsmiddelen. En dat past gewoon niet meer bij een toekomst waar we naar die natuurlijke systemen leidend willen gaan. Voor wie het nog niet weet, ook dat sierteelt is er ook in Overijssel. Dat is er ook. En dat kost veel van de natuur. En wat ons betreft kost dat te veel om de opbrengsten daarvan te verantwoorden. Alles dus om de natuur te verbeteren. Maar we hebben ook heel veel huizen nodig. Die kunnen niet in het groen, of kan dat wel? Als het maar even kan, niet in het groen. Er zijn ontzettend veel lege plekken, half verloederde industriegebieden, redelijk dicht bij binnensteden. Nou, en dat is bij uitstek de plekken waar je zoveel mogelijk huizen moet gaan bouwen. Woontorens in de buurt van stations en zo verder. Maar als het even kan, het liefst niet in het groen. Deskundigen zeggen, bouw nou waar het nodig is. En dat kan best aan de rand van een dorp zijn. Dus op een weiland bijvoorbeeld. Wat vindt GroenLinks daar dan van? Wij zeggen, kijk eerst welke plekken je nog binnen bebouwd gebied hebt. Ga daar eerst bouwen. Mocht het zo zijn dat een dorp enorm veel noodzaak heeft voor een aantal huizen, kan dat alleen maar in een weiland. Als het om een paar huizen gaat, dan is dat acceptabel. Maar ga eerst kijken waar het kan binnen het bebouwde gebied. Dat is wel het langste en ook het duurste traject om binnenstedelijk te bouwen. Ja, hebben we die tijd? Dat zegt iedereen aan de voorkant. Maar als je terug gaat kijken, blijkt dat heel vaak helemaal niet zo te zijn. Want het kost ook enorm veel tijd om een weiland geschikt te maken om daar te kunnen wonen. Infrastructuur en het aanleggen van wegen, riolering enzovoort, dat kost ook ontzettend veel tijd. En dat is in die stedelijke gebieden vaak al wel aanwezig. Instedelijk dus. Maar goed, die dorpen, die lopen leeg. Jonge mensen gaan daar weg, want die hebben punt 1 geen woning. Andere voorzieningen ontbreken ook steeds meer. Wat wil GroenLinks daaraan doen? Ja, daar moeten we heel veel aan doen. De voorzieningen in dorpen, maar ook in wijken, die moeten absoluut blijven. En de OV-verbindingen tussen de dorpen, die moeten ook veel en veel beter. Ja. Wij vinden dat je in Overijssel overal zou moeten kunnen komen met het openbaar vervoer. Ja, maar de jonge loodgieter gaat toch echt uit het dorp weg als hij daar geen woning kan vinden? Ja, dus wij zijn ook zeker niet tegen het bouwen van woningen in de dorpen. Maar ook in dorpen heb je echt nog heel veel lege plekken waar er echt nog woningen gebouwd kunnen worden. Ja, dus niet erbuiten? Liever niet. Maar als het echt nodig is, zijn ook wij daartoe bereid. U zegt, we moeten overal kunnen komen met het openbaar vervoer. U zei aan het begin van dit gesprek zelf al dat u geen auto heeft. Ja. Lukt dat u zelf overal komen met het OV? Nee, op dit moment lukt dat zeker niet. In deze verkiezingscampagne ben ik op heel veel plekken geweest waar ik gelukkig heb mee kunnen rijden met allerlei mede-politici. Maar eigenstandigs op openbaar vervoer komen lukt vaak nu nog niet. Dus dat moet echt beter. Ja, want waar loopt het vast? Waar moet meer OV beschikbaar komen? Het loopt vast als je buiten de wat grotere steden en dorpen wil komen. En het loopt vast als je in de avonduren ergens moet zijn. Dan daar ontbreekt het OV echt. Ik las ook nog in jullie verkiezingsprogramma dat er best wel wat extra treinstations bij moeten komen. Staphorst, Bergentheim, Zwolle, Zuid, Deventer, Noord, Badme. Ja. Dat is ook een beste kostenpost. Dat is een beste kostenpost.
Maar wij vinden het heel erg belangrijk dat we investeren in het openbaar vervoer. En waarom? Dat zorgt ervoor dat meer mensen kunnen komen waar ze willen komen. Want er zijn heel veel mensen die geen rijbewijs hebben of die niet kunnen rijden. Er zijn veel meer mensen die met het openbaar vervoer kunnen. En het is veel beter voor het klimaat dan in plaats van met de auto. Dus je moet ook die investeringen durven te doen. Want mensen zullen pas het openbaar vervoer pakken als er ook een treinstation in de buurt is. Toch geeft Overijssel relatief veel geld uit aan openbaar vervoer. Dan moet je veel bereden worden met bus en trein. Ja. Dat moet dus nog meer worden. Wie gaat dat betalen? Wij willen minder investeren in het aanleggen van wegen. Daar geven wij als Overijssel ook nog heel erg veel geld aan dus uit. Dus die automobilist kan rustig in de file blijven staan op de N35 en uitstoten? Als er meer mensen met het openbaar vervoer gaan, zijn er juist minder auto's op de weg. Dus wij geloven er juist dat door meer te investeren in het openbaar vervoer, help je zowel het openbaar vervoer als het wegverkeer, zonder dat je het landschap hoeft op te offeren voor meer asfalt. En de veiligheid? Op die wegen, N36 en N50? Voor veiligheidsmaatregelen, dat is de enige uitzondering die we hebben. Dus voor veiligheidsmaatregelen willen we nog wel investeren in wegen, maar niet in wegverbreding. Is het openbaar vervoer, is dat echt zo dat als het naast de deur beschikbaar is, dat mensen daar gebruik van maken? Want ik ken ook mensen die zweren bij het comfort van een auto. Ja, die mensen zul je altijd hebben, maar het overgrote deel kiest voor de makkelijkste, de beste en de goedkoopste manier om van A naar B te komen. En wij willen dat het OV die manier gaat worden. We gaan naar de energietransitie. Ik lees in het verkiezingsprogramma, heeft er nogal wat specifieke wensen bij. Geen biomassa-centrales of mestvergisters. Wat dan wel? Zonnepanelen op daken. Zonneparken die goed in het landschap zijn aangepast. En windmolens langs lijnen in het landschap, bijvoorbeeld langs snelwegen. Ja, u redt u zich nog net met die zonneparken, want het is bepaald niet landschap vervraaien natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar je moet je ook wel bedenken dat de klimaatcrisis een hele serieuze is. En dat we nu flink stappen moeten maken. En ik heb ook de voorkeur voor zonnepanelen op dak en voor windenergie. Maar als we die klimaatdoelen willen halen, en dat is gewoon nodig voor het behoud van onze aarde, zullen we ook die zonneparken moeten hebben. En die kan je op heel veel plekken echt wel goed inpassen. Moeten we ook bereid zijn om ook aan dat deel wat geld uit te geven. En daar zijn we zeker toe bereid. Duurzame energie levert geld op. Dat geld moet ook in de omgeving zelf terechtkomen. Jullie willen ook vooral fossielgebruik ontmoedigen. Ik las in het verkiezingsprogramma, vanaf 2025 geeft de provincie geen subsidie of financiële ondersteuning aan projecten die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dus dat is over 2 jaar al, geeft de provincie überhaupt geen subsidies meer af? Zijn er over 2 jaar instellingen of bedrijven die niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen? Dat is vrij snel, toch? Dat is zeker snel, want het is een grote ambitie. Maar je ziet nu dat we soms echt nog geld geven aan projecten die echt draaien om die fossiele brandstof. En dat is iets waar we echt van af willen. Als je een buurthuis hebt die niet zijn volledige energie duurzaam opwerkt, dan is het echt niet zo dat wij daar de subsidie aan willen stopzetten. Het gaat echt om projecten die draaien om die fossiele brandstoffen. Daar moeten we echt mee ophouden. Noemt u eens wat dan? Nou, wij geven bijvoorbeeld geld aan innovatieprojecten wat dan duurzaam heet. Maar dat zijn bij bijvoorbeeld brandstoffen die dan niet olie zijn, maar gas. Ja, dat is nog steeds een fossiele brandstof. Dat zorgt nog steeds voor uitstoot. En daar moeten we echt mee ophouden. Ja, ook als er geen alternatief is voor dat gas dan op dat moment? Nou, ik vind dan, het gaat nu wel heel makkelijk dat we zeggen, er is geen alternatief. En je moet ook denken, subsidie, dat is dus iets wat we als provincie actief willen stimuleren. En wij als GroenLinks zeggen, we willen geen olie en gas actief stimuleren. Wat u wel wil stimuleren, actief zijn de culturele stadsregio's, samen met allerlei culturele voorzieningen. Dan moet daar ook wel weer geld voor zijn natuurlijk. En wat dat betreft komt Oost-Nederland in Den Haag er maar bekaaid vanaf. Helaas wel. Wat wilt u daaraan gaan doen? Nou, wij zijn in ieder geval gewoon heel erg trots op de cultuur die wij hier ook in Oost-Nederland hebben. En dat mogen we ook nog meer uitdragen richting Den Haag. Moeten ook bereid zijn om daar zelf als provincie meer in uit te geven. In Overijssel, als je het vergelijkt met andere provincies, geven wij relatief weinig geld uit aan cultuur. Dat mag wat ons betreft echt wel meer.
Baasverhuur is ook een mooi stukje streekcultuur. Zeker, ja, eens. Kan dat gewoon blijven wat u betreft? Dat kan blijven, maar wel met mate. Je hebt de hele gezellige dorpsbaasvuren heel goed voor de saamhorigheid. Die moeten zeker blijven. Je hebt in Overijssel ook de gigantische paasvuren die echt een enorme druk leggen op de natuur door de uitstoot die ze hebben. Daar zeggen we, daar moeten we wel van af. Op die plek kan echt wel een klein schadig paasvuur. Maar dat grootst. Dat heeft zijn beste tijd echt wel gehad. Hoort ook bij de cultuur, hè? Die wedstrijd, wie die grootste bult heeft. Ja, maar het is altijd een afweging. Politiek is keuzes maken. En wij zeggen, dat de cultuur van groot weegt niet op tegen de schade die de natuur eraan ondervindt. U klinkt als meneer Remkes. Niet alles kan meer. Ik ben het wat dat betreft helemaal met de heer Remkes eens, ja. Ja. En wat betreft cultuur, waar denkt u dan aan? Wat is nou belangrijk voor Overijssel? Wat vindt u hier passen, waar zouden we trots op kunnen zijn? Wij mogen heel erg trots zijn op de vele poppodia die wij in onze steden nu nog hebben. Die staan wel eigenlijk overal onder druk. Daar is steeds minder geld voor. Ja. We mogen ook ontzettend trots zijn op onze streekcultuur. Denk aan het carnaval. Echt ontzettend mooi. Dat moeten we blijven stimuleren als provincie. Ja. Cultuur versterken, dat zorgt dus ook voor dat je niet alleen maar in een binnenstad iets hebt, maar dat je ook in dorpen en in buurten plekken hebt waar je kan genieten van de cultuur. Jullie willen ook dat de toezicht en de handhaving op het naleven van energiebesparende maatregelen wordt geïntensiveerd. Ja. Wat voor handhaving moet ik me daarbij voorstellen? Komt dan iemand controleren of je dubbel glas hebt? Ja, er zijn heel veel bedrijven die of moeten of die subsidies krijgen om energiebesparende maatregelen te doen. Niet altijd gebeurt dat ook daadwerkelijk. En dan rekenen we ons rijk met de klimaatwinst die we boeken. Dus wij vinden dat er zeker mensen langs moeten gaan om te kijken of iedereen zich inderdaad aan de maatregelen die ze zelf hebben toegezegd of waar ze aan moeten voldoen, of dat inderdaad ook echt gaat gebeuren. Het is niet zo dat we naar elk huis iemand gaan langsturen om te kijken of je persoonlijk dubbel glas hebt. Dat is wel iets wat we graag willen stimuleren, want dat scheelt ook gewoon enorm in de stookkosten. Dan denk je dan gelijk aan bedrijfsgebouwen, waarvan velen natuurlijk al de duurzaamheid nog niet op orde hebben. Overheidsgebouwen. Ja. Ja? Ja, zeker. We moeten daarbij ook naar onszelf kijken. We moeten ook kijken of onze eigen overheidsgebouwen die we als provincie hebben, of die voldoen aan de goede duurzaamheidseisen. Uiterlijk 2030 moet het vastgoed van de provincie energie neutraal zijn. Ja. Toch? Ja, zeker. Gaat dat lukken? Hoe staat het provinciale vastgoed er nu voor op dat gebied? Daar zijn echt nog wel wat slagen in te maken. Dus daar moeten we nog wel hard aan werken. En GroenLinks is daarom ook de partij die wat dit soort dingen zegt. We moeten versnellen en niet vertragen. Okay, dus niet vooruitschuiven naar 2035. Nee. Goed, nu we toch even Den Haag ook erbij nemen. De kloof. Ervaart u de kloof tussen het Westen, de Randstad en Overijssel? Is die er? Er is wel wordt afstand. Wordt veel over gesproken natuurlijk. Ja. Ik zie dat we sowieso nog heel veel van elkaar kunnen leren. Er is een afstand tussen de Randstad en Overijssel. Er is een afstand tussen dorp en stad. Er is een afstand tussen platteland en dorp. En we kunnen nog heel veel van elkaar leren. En dat moeten we zeker doen. En we mogen ook trots zijn op onze eigen provincie. We mogen ook richting Den Haag laten zien wat we hier allemaal aan het doen zijn. Ja. En ook Den Haag moet niet kijken welke euro levert waar het meeste op. Want dan ga je kijken op de plekken waar nu al de meeste economische groei is. Daar is een euro extra levert daar het meeste op. Maar kijken waar liggen de meeste kansen op de langere termijn. Ja. En die liggen wat ons betreft ook in Overijssel. Dus dan ook boter bij de vis en ook hier meer politie en betere infrastructuur. Ja, absoluut. Wel openbaar vervoer infrastructuur. In hoeverre is een stem op GroenLinks een stem op de Partij van de Arbeid in Overijssel? Een stem op GroenLinks is een stem op GroenLinks. Wat wel zo is, als je op ons stemt, dan stem je er wel op dat het een provincie is die groener en linkser is. En dat doen wij heel graag samen met de PvdA. Ziet u een scenario voor zich in Overijssel zoals dat nu in de Eerste Kamer gaat? Want we stemmen natuurlijk bijna tweeledig provinciaal, maar dat heeft ook gevolgen voor de Eerste Kamer. En in die Eerste Kamer worden de fracties samengevoegd. Ziet u dat in Overijssel ook gebeuren op termijn? Dat zie ik zo snel nog niet gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren is dat de PvdA en GroenLinks samen in een coalitie stappen.
Ja, daarover gesproken. Landelijk haakt GroenLinks tot nu toe steeds af als het gaat om regeren. Ziet u zichzelf wel als gedeputeerde? Landschapsbeheer bijvoorbeeld? Nee, ik ben zelf niet de gedeputeerde. Daar hebben we een heel goed iemand anders voor. Maar wij willen heel graag reageren. Wij denken, in het bestuur. Wij denken dat Overijssel zeker ook in het bestuur wat meer groen en links kan gebruiken. En die verantwoordelijkheid willen wij zeker nemen. Want GroenLinks is, zei u eerder in dit gesprek al, ook gewoon een boerenpartij. Ja. Dus GroenLinks en de boer-burgerbeweging, dat gaat wel samen. Nou, er zitten wel heel veel verschillen, omdat de Boer-Burgerbeweging is wel een partij die op het gebied van natuurversterking wel wil vertragen, waar wij juist willen versterken. We sluiten ze niet uit, we zijn zeker bereid om met ze te gaan praten, maar er zitten inhoudelijk echt wel flink wat verschillen tussen die partijen. Meneer Brinkhuis, voorlopig weten we genoeg. U mag gaan, maar we houden u de komende 4 jaar in de gaten. Heel goed. Het verkiezingsverhoor.